Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van woningcorporatie Helpt Elkander heb ik een gesprek met de directeur van Helpt Elkander, Bas Maassen. Wat is eigenlijk de belangrijkste doelstelling voor een woningcorporatie zoals Helpt Elkander? Ja, de belangrijkste doelstelling is het bieden van fatsoenlijke huisvesting aan mensen die eigenlijk niet financieel gezien of om andere redenen dat op eigen kracht zelf kunnen. Wij kijken nog wel iets breder, dus het gaat dan niet alleen om een dak boven het hoofd, dat is heel belangrijk. Maar wij kijken ook of mensen onder dat dak wonend ook nog een beetje mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Nou bestaat Helpt Elkander 100 jaar, dus 1919 opgericht. Welk tijdsbeeld was er toen dat er veel corporaties zijn opgericht? Ja, dat was echt een ander tijdbeeld. De woningcorporaties zijn over het algemeen ontstaan vanuit de dringende behoefte die voortkwam uit de volksgezondheid. De woonsituatie toen van veel mensen was slecht, erbarmelijk slecht, vocht, kou. Nou is Helpt Elkander lange tijd bepalend geweest voor de financiering van grote projecten in Nuenen, zoals Vincentre. Hoe kon dat toen zo ontstaan? Er is een periode geweest in de bestaansgeschiedenis van woningcorporaties dat het appel op die corporaties erg breed lag. Nou vind ik Vincentre wel echt een uitzonderlijk voorbeeld. Maar als je denkt aan de bouw van scholen, van gemeenschapshuizen, van in het geval van Nuenen zelfs sporthallen. Dat zag je landelijk wel. Als er ergens een probleem was, dan kon de corporatie het wel oplossen. Daar is een aantal jaren geleden drastisch paal en perk aangesteld met de nieuwe woningwet. Het is woningcorporaties nou vrijwel geheel onmogelijk om nog te investeren in maatschappelijk vastgoed. Dat kan nog wel, maar onder hele strakke voorwaarden. Voor Helpt Elkander heeft dat een ander gevolg gehad. Wij hebben gemeend de afgelopen jaren om ons bezit in de sfeer van maatschappelijk vastgoed terug te leggen waar het thuis hoort, namelijk bij de gemeente. En dat is nodig omdat wij dringend moeten investeren in nieuwe woningen. Nou is het imago van diverse woningcorporaties landelijk nogal slecht. In hoeverre heeft dat het imago van Helpt Elkander beïnvloed? Wij merken niks van een slecht imago hier in de lokale gemeenschap. We hebben er overigens wel veel last van. Dat slechte imago heeft de ruimte gemaakt bijvoorbeeld voor de heffing van een extra belasting voor woningcorporaties. Daar kan ik heel veel over zeggen, maar misschien is het best om het heel kort te duiden. Elk jaar opnieuw, al jarenlang, en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven, draagt Helpt Elkander een zesde deel van al haar huuropbrengsten af aan die extra belasting. En dat komt de gemeenschap hier in Nuenen gewoon simpelweg tekort. Nou heeft Helpt Elkander samen met de gemeente een deal gesloten. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Die deal gaat over dat maatschappelijk vastgoed. Het was duidelijk in die periode, dat is overigens van voor mijn tijd, Helpt Elkander dat maatschappelijk vastgoed moest teruggeven aan de gemeente. Omwille van het kunnen investeren in sociale huurwoningen. Nou, daar gaat deze deal over. De gemeente heeft in feite het overgrote deel van het maatschappelijk vastgoed wat in eigendom was van de woningcorporatie teruggenomen. En daar is destijds die overeenkomst over gesloten. Hoe komt het eigenlijk dat er een tekort aan sociale woningen is in Nuenen? Dat is niet alleen het beeld in Nuenen. Overigens niet in het hele land. Er zijn ook echt krimpgebieden, zoals Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. We hebben nu nog niet zo heel lang geleden een financiële crisis achter de rug. Die heeft een paar gevolgen gehad. Het is voor starters buitengewoon ingewikkeld geworden om aan een koopwoning te komen. Veel van de starters moeten, en dat is pas sinds de afgelopen jaren, moeten hun wooncarrière beginnen in een sociale huurwoning. Dat is niet geleidelijk gebeurd, maar dat is eigenlijk in één klap gebeurd. Veel starters op de woningmarkt krijgen geen vast contract meer. Er is een extra moeilijkheid om aan een eigen woning te komen. Dus wij hebben gezien de afgelopen jaren dat er een enorme extra groep, zoals wij dat dan noemen, in termen van leeftijd aan de onderkant is bijgekomen. Dat is één. En het tweede is dat we hebben te maken met de vergrijzing. In Nuenen is die nog een tikje erger dan gemiddeld. Erger in ieder geval meer dan gemiddeld. Mensen worden ouder, mensen moeten langer thuis blijven. En met name die twee dingen, mensen worden ouder en moeten langer thuis blijven, heeft ook aan de bovenkant van de leeftijdsschaal een enorme toevloed opgeleverd, die allemaal een beroep doen op de sociale volkshuisvesting. Welke plannen heeft Helpt Elkander om in de nieuwe sociale woningbouw te verrichten?
Zoals ik zojuist al zei, wij hebben met de gemeente afgesproken dat wij de komende 5 jaar tussen de 150 en de 200 nieuwbouwwoningen realiseren. Dat is op verschillende locaties. Het kan zijn dat die woningen wel gerealiseerd worden, maar dat wij een beroep gaan doen op collega's om daarin te investeren. Dus het gaat niet om de vraag of Helpterkander het precies doet of iemand anders, maar er gaan in Nuenen tussen de 150 en de 200 sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Dat is op een veelheid van locaties. Zowel in het bestaande dorp, denk aan de Wederik Dreef, denk aan de Vrouwkesakker, mogelijkerwijs op termijn ook op de Vinkenhofjes. En een belangrijk deel van die woningen zit in Nuenen-West, waar we de eerste helft van dit jaar gezien hebben dat het aantal sociale huurwoningen zeer aanzienlijk is uitgebreid binnen de al bestaande plannen. Nou begrijp ik dat jullie zo snel mogelijk daarmee willen beginnen, maar er zijn nogal wat beren op de weg. Kun je daar eens iets van vertellen? Er zijn beren op de weg in de zin van dat voor veel van die plannen bijvoorbeeld bestemmingsplannen moeten worden aangepast. Daar hebben we in dit land en terecht keurig nette procedures voor. In die procedures kunnen mensen die menen lasten hebben van die projecten daar bezwaar tegen maken. Nou, een belangrijk deel van onze nieuwbouw zal in het bestaande dorp plaatsvinden. Nou, de consequentie daarvan is dat je veel omwonenden hebt. En wij houden er dus rekening mee dat we moeten het veel mensen naar de zin proberen te maken. En dat zal waarschijnlijk niet lukken. Dat is één categorie van dingen die het lastig maken. De andere categorie heeft te maken met de landelijke ontwikkelingen, zoals stikstof en PFAS. Wij gaan ervan uit dat in onze planning de stikstof ons niet meer in de weg zal zitten. Maar ja, we volgen nu allemaal de landelijke debatten daarover. Zekerheid hebben we daarover nog niet. En dat kan echt een vertragende factor zijn. Nog één laatste ding. Er is in Nederland nog niet zo gek lang geleden een flora- en faunawet tot stand gekomen. Die zegt ons dat als wij op een locatie nieuwbouw willen plegen, dat we heel goed moeten kijken of daar vleermuizen, vogeltjes, bijzondere planten zitten. Ook daarvan zeggen wij en terecht. Maar als er vleermuizen zitten, dan levert ons dat zomaar een jaar vertraging op, omdat die vleermuizen echt geholpen moeten worden naar een andere plek. En dat moeten we dan onderweg maar zien. Maar dat zijn wel dingen die het tempo in de bouw kunnen beïnvloeden. Heb ik in jullie duurzaamheidsvisie gelezen dat jullie 2050 een CO2-neutraal woningbestand willen hebben. Hoe willen jullie dat realiseren? Ja, dat is een hele goede vraag. Wij doen dat in twee stappen. En de eerste stap is ook meteen de eenvoudigste stap. Dat is ook het makkelijkste. Dat gaat over isoleren, isoleren, isoleren. Je kunt allerlei moderne technieken toepassen, zoals zonnepanelen of warmtepompen of infrarood. Maar als het zo in de woning naar buiten waait, dan heb je nog niks. Dus onze eerste stap is vooral gericht op isoleren. Dat doen wij de komende jaren in tegen de 500 woningen van ons totale bestand. Dat is een enorme operatie. Daar hebben wij van gezegd dat na afloop van die operatie, dan leveren we eind 2023, dan moeten alle woningen van Helpterkander minimaal op energielabel B-niveau zitten. Dan doen we al meer dan landelijk is afgesproken, want daar is gezegd gemiddeld label B. En wij hebben gezegd, wij gaan niet voor gemiddeld label B, maar voor minimaal label B. De volgende stap is de stap van label B naar CO2-neutraal. Die stap die kunnen wij niet in ons eentje zetten. Die zullen we samen met de gemeente, maar ook met de landelijke overheid moeten doen. Want die is afhankelijk van bijvoorbeeld vragen als, kiezen we in bepaalde wijken van Nuenen bijvoorbeeld voor stadsverwarming? Of moeten woningen individueel verwarmd blijven worden? Het bestaansrecht van woningcoöperatie Helpterkander staat als een huis. U begon dit interview met te verwijzen naar ons 100-jarig bestaan. In die zin is Helpterkander een oude dame. Maar deze oude dame is alive and kicking. Wij hebben plannen liggen voor de komende 10 jaar en soms zelfs nog voor nog verder. En wij zijn echt dringend noodzakelijk. En we moeten echt aan de bak met elkaar. Dat moet gebouwd worden. Dat moet verduurzaamd worden. We hebben te veel mensen in onze woningen zitten die problemen hebben met vereenzaming en met het vinden van werk. Dat moet echt aangepakt worden. Dus we hebben er 100 jaar op zitten en wij zijn klaar voor de volgende 100 jaar.